Nou, een paar weken geleden konden we met de allereerste Audi op het nieuwe PPE, het Premium Platform Electric, rijden. Dat was de Q6, daar heeft collega Cornelis mee gereden. En nu kunnen we dan hier in de studio kennis maken met de Audi A6 e-tron. En dan denk je A6, maar er bestaat toch al een A6, dat klopt. Maar dit is een andere generatie A6, dit is een elektrische A6, vandaar de e-tron. Dat heeft ook met de nieuwe benaming bij de Audi's te maken. Alle niet-elektrische modellen krijgen een oneven getal en de elektrische een even getal. Dus dit is de nieuwe Audi A6 e-tron. Die komt er in twee carrosserievarianten. Deze die Sportback heet, wat in feite een soort liftback is natuurlijk. Dus hij komt niet meer als sedan, niet als limousine. Dus als Sportback en als Avant natuurlijk, die is een beetje praktischer in het gebruik. Maar we hebben het dus over een nieuwe generatie auto's op dat nieuwe platform. Een volledig elektrische auto. Ja, de voorkant is uiteraard duidelijk herkenbaar als Audi met de single frame grill. Alhoewel het hier geen grill is, hè, want hij is helemaal dicht. Met koplamp of eigenlijk verlichting in twee delen. En dan valt natuurlijk meteen al op deze LED dagrijverlichting. Die je door middel van het scherm in het infotainment systeem helemaal kan aanpassen aan je eigen smaak. Want je ziet dat er heel veel lichtelementjes in zitten en die kun je dan zelf afstellen. En in deze onderste, deze meer afgezwarte onderste gedeelte, daar zit het dimlicht, het grootlicht, automatische verlichting en twee hele kleine knopjes, want er zitten ook koplampsproeiers op om ze schoon te houden. Dat is natuurlijk heel fijn voor bijvoorbeeld de Scandinavische landen. Nou, kijken we naar de afmetingen van deze nieuwe A6 e-tron, dan zien we dat hij eigenlijk vrijwel overeenkomt met de huidige Audi A6. Hij is hooguit een beetje breder. Maar goed, voor de rest komt hij redelijk overeen met die auto. En kijken we naar het profiel van de auto, ja, dan zei ik dus al, je ziet het een beetje coupé, sportback-achtige auto, fastback-achtig model. Waar Audi ook heel prat op gaat, is dat ze die zijkant hebben verdeeld in zeg maar 2/3 het onderste deel en 1/3 het raamgedeelte van de auto, om een beetje stevige proporties te geven. Wat je ook af kunt zien in deze auto is dat die heel gestroomlijnd is. De CW-waarde namelijk bedraagt in het meest gunstige geval, dus niet voor de Avant, maar voor deze Sportback, 0,21. En dat is een hele goede waarde en dat heeft natuurlijk zijn effect op het rijbereik, daar gaan we het nog over hebben. Die CW-waarde bereik je natuurlijk wel met de uitvoering met de meest gunstige wielen. Het begint bij 19 inch en uiteraard met deze elektronische buitenspiegels, camera's, waarvan de beeldschermpjes helemaal zijn geïntegreerd in het dashboard. Dit is de nieuwste generatie, ze kunnen ook inklappen als je de auto parkeert. Dus dat is een nieuwe generatie camera-spiegels, die zijn uiteraard optioneel. Maar daarmee haal je dus die hele lage CW-waarde. Wat ook opvalt zijn de hier geïntegreerde deurgrepen. Waardoor de deuren mooi vlak zijn natuurlijk. En wat we ook zien bij de nieuwe Audi's is dat de typeaanduiding hier staat. Waar ze gelukkig wel vanaf gestapt zijn, zijn al die rare vormen van 35, 55, 50. Nee, de typeaanduiding staat hier aan de zijkant. En dit is dan een A6 Sportback e-tron. In dit geval zijn ze ook nog eens uitgerust met soft close. Iets wat je vaker op de wat duurdere auto zit, maar... in dit geval ook verkrijgbaar op de A6, optioneel. Dan hier natuurlijk de laadklep, die gaat elektronisch open. Dat kan of van binnenuit natuurlijk, of je drukt hem hier even in. En wat wel bijzonder is aan deze auto, is dat hij twee laadpoorten heeft. Eentje hier aan de linkerkant. Deze is voor of de gewone laadpaal of voor snelladen. En aan de rechterkant zit er ook nog eentje voor alleen maar de 11 kW of voor je wallbox thuis of in de garage. Dus twee laadkleppen op deze auto, één links, één rechts. Ja, en aan de achterkant mag een lichtshow natuurlijk ook niet ontbreken. Nou hebben we hier wel te maken met een auto waar ook meteen het meest dure pakket op zit. En hier zitten de nieuwste generatie OLED achterlichten op. Behalve dat het een hele mooie diamantvormige lichtstructuur geeft. Uiteraard verbonden met de lichtbalk van links naar rechts. En natuurlijk met een verlicht logo, zoals we tegenwoordig steeds vaker zien. Die verlichting heeft meerdere functies. Uiteraard zit hier de dynamische knipperlichten in, de gewone verlichting, de mistachterlichten. Maar ze kunnen ook allerlei signalen geven om het achteropkomende verkeer te waarschuwen. Zoals bijvoorbeeld hier een driehoekje in de verlichting. Ja, je moet het dan wel net ook zien als achteropkomend verkeer. Maar het zal zich verder nog gaan uitbreiden. En het werkt ook samen met zogeheten Car2X. Hè. Dus hij communiceert eigenlijk met de buitenwereld. Dus zou hij via het infotainment systeem binnenkrijgen dat daar een file is. Dan kan hij door middel van deze verlichting al laten zien dat er voor het achteropkomend verkeer gevaar dreigt.
Nou, wat verder opvalt aan die achterkant, is dat er gewoon dus A6 achterop staat, niet A6 e-tron. Dus voor achterop komend verkeer zou het gewoon op een normale A6 kunnen lijken. Behalve dan natuurlijk dat de uitlaten ontbreken. Maar hij ziet er natuurlijk best wel stoer uit, zo met die diffuser eronder. Kijken we naar de kofferruimte bij deze auto. En dat is trouwens bij allebei de auto's gelijk. Dan zien we hier een bagageruimte met een inhoud van 502 liter. Aan de voorkant heeft hij trouwens ook nog een kleine frunk. Die is maar 27 liter. Er zit nog wat bergruimte onder de bagagevloer. Maar dat is ook niet zo gek veel. In ieder geval zit daar natuurlijk een subwoofer in. Maar er kan nog een laadkabeltje. En alle versies hebben een trekgewicht van maar liefst 2100 kilo. Dat is best veel. Ja, achterin zo'n grote auto uit het D-segment verwacht je natuurlijk wel de nodige ruimte. Maar dat valt hier een klein beetje tegen. Want ik zit met mijn 1,91. Ik heb de stoel even in mijn positie gezet. En ik zit echt niet overdreven ver van het stuur af. Maar mijn knieën zitten tegen de stoel. De benen opgetrokken. De voeten passen nog maar net onder de stoel hier. Er is wel een mooie vlakke vloer. Maar dit houdt niet over. En kijk naar de hoofdruimte. Ja, daar wraak toch die sportback-achtige lijn zitten. En ik zit ook met mijn hoofd tegen het dak aan. Nu heb ik net al eventjes in de Avant gezeten, die staat hier ook. En die is achterin toch echt wel beduidend ruimer, althans wat hoofdruimte betreft. Wat je wel altijd kan verwachten in een Audi is een mooi interieur. En dat is in dit geval ook het geval. Ten eerste, het zit mooi om de bestuurder heen gebouwd. Zo zegt Audi dat zelf natuurlijk ook, heel driver-orientated. Maar we zien een licht gebogen scherm, wat een beetje om je heen gebogen zit. Met recht voor je een scherm met de benodigde informatie voor jou als bestuurder. Dan zit hier eigenlijk het grotere infotainmentscherm, 14,5 inch groot. We hebben dus hier twee schermen, maar dan zie je hier aan de passagierskant zit ook nog een scherm. Dat is 10,9 inch groot, dat is een soort infotainmentscherm voor de bijrijder. En die kan daar, als je dat zou willen, tijdens het rijden gewoon filmpjes kijken op YouTube of andere dingen, een spelletje spelen. En het is zo gemaakt dat als je tijdens het rijden wordt gebruikt, dat het voor mij als bestuurder niet te zien is. Dus ik word er ook niet door afgeleid. En voor de Audi-rijder is het ook wel een redelijk herkenbaar interieur wat betreft de stengeltjes aan het stuur, de cruise control hendel die hier gewoon weer links aan de stuurkolom zit, zoals dat al heel lang zo is bij Audi. Een normaal rijselector pookje hier in het midden met ook een B-stand, maar goed, dat kan ook hier aan het stuur. Met flippers kun je de recuperatie ook instellen. Gewoon een fysieke volumeknop hier die natuurlijk heel makkelijk te bedienen is, zowel voor de passagier als voor jou als bestuurder. Wel een beetje touchknop-achtige bediening op het stuur. En ook hier in het deurpaneel, wat ik voor het eerst zie, is ook dat de bediening voor de verlichting ook hier in de deur zit. Maar het zit wel goed in het blikveld, want bij die andere Volkswagen modellen zit het een beetje achter het stuur. Hier zit hij gewoon goed in het zicht, dus je ziet hem meteen goed zitten. Verder valt hier nog op dat in dit hier, waar dus de deurgreep zit, dat er een soort loos knopje zit. Maar dat heeft te maken met dat voor de Amerikaanse markt daar, of ook voor andere markten, daar het ontgrendelknopje voor de vergrendeling moet zitten. En ja, hier dus niet. Dus nou ziet het er een beetje uit van alsof hier nog een accessoire had kunnen zitten. Maar dat is dus niet zo. De schermpjes voor de elektronische buitenspiegels, dus voor de camera's, die zijn helemaal geïntegreerd in het dashboard. Dus die zitten hier wel verder vrij logisch in het blikveld. Maar goed, mijn voorkeur zou toch nog uitgaan naar gewone buitenspiegels. Kijken we verder naar het systeem, dan zien we hier bovenaan het dashboard een lichtbalk lopen. En dat is eigenlijk een lichtbalk die met jou communiceert als bestuurder. Dus hij kan een soort begroeting geven als je instapt. Maar hij knippert ook als je bijvoorbeeld de alarmlicht aanzet of de richtingenwijzers. Dan knippert hij dus aan de rechterkant of linkerkant of allebei groen. Ja, dat, wat het toevoegt weet ik eigenlijk niet, want je zit natuurlijk hier ook gewoon in het normale instrumentarium wel je het lampje voor de knipperlichten. Maar goed, zoals gezegd, in zekere zin een heel conventioneel dashboard. Maar aan de andere kant ook wel weer helemaal nieuw. Ook heel mooi hier met dat stof op het dashboard. Ook stoffenbekleding hier op de stoelen in dit geval. Uiteraard is er ook een ander soort, geen leer trouwens, maar leerachtig materiaal. Dus Audi gebruikt geen echt leer meer. Maar de afwerking ziet er gewoon echt heel mooi uit. Je zit echt wel als bestuurder in een lekkere cockpit in een hele goede stoel. Je wilt natuurlijk vooral weten wat is het rijbereik van die auto en wat voor een accupakket zit erin. Er zit een accupakket in, bruikbaar van bijna 95 kWh, dus dat is echt een serieus grote accu.
En dan heb je de performance versie met 367 pk. Die heeft als sportback een rijbereik van maar liefst 750 km, WLTP natuurlijk. Die Quattro die heeft 551 pk, die heeft dan ook twee motoren. Hè. Die andere heeft alleen een achtermotor, dus die heeft achterwielaandrijving. Heb je de twee motoren Quattro, het topmodel, dan heb je maximaal 551 pk, 670 km bereik. Er komt ook nog een wat zwakkere versie, die heeft ook alleen een motor achter. Die heeft een kleine 300 pk en een accu van, meen ik, bruto 83 kWh. Ja, daar zit je nog steeds ruim mee over de 600 kilometer. Dus dat lijkt mij een prima uitvoering. En alle drie zijn ze natuurlijk vrij snel. Ja, die allersnelste gaat in 3,9 seconden van 0 naar 100. Maar ook die versie met 300 pk, met dus een goed rijbereik. Daar heb je in principe meer dan voldoende aan. Ja, grote accu, grote actieradius. Hoe snel kan die auto dan laden? Nou, zoals je misschien wel weet, dit Premium Platform Electric maakt gebruik van 800 volt technologie. En deze auto kan dan met maximaal 270 kW laden. En hij heeft ook een mooie laadcurve. Dat betekent dat je in 21 minuten van 10 naar 80% kan laden. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Die recuperatie, waar ik het net al even over had, hè, ja, one-pedal rijden kan niet. Maar Audi zegt wel dat je ongeveer 95% van al het remmen dat je moet doen via recuperatie kan doen. Ja, deze auto die komt natuurlijk, zoals ik al zei, naast de A6. De gewone A6 die blijft. Dat is de strategie van Audi. Dat zal op den duur misschien een A7 worden. Maar goed, de huidige A6 is nu zo'n 6 jaar oud. Heeft vorig jaar nog een facelift gehad. Maar goed, ziet er nog wel bij de tijd uit. En is er dus nog een sedan. Hoe dat verder gaat, weten we niet. Dit wordt in ieder geval de A6 e-tron, de elektrische versie. Dus Audi past een wat andere strategie toe dan bijvoorbeeld BMW, hè, die een 5-serie levert als 5 en als i5. Dat doet Audi niet, die levert verschillende modellen. Hij is vanaf september bestelbaar, zal dan, denk ik, een paar maanden later of begin volgend jaar op de markt komen.